Dit is SBS Dutch. Als we het over de Eerste Wereldoorlog hebben, dan denken we vaak aan de loopgraven in Frankrijk en België. Maar ook na Gallipoli was er in het Midden-Oosten ook een hele oorlog die daar bezig was tegen de Turken, tegen het Ottomaanse Rijk. En dat was iets wat ook jaren geduurd heeft. Na Gallipoli zijn de Australische troepen teruggetrokken naar Egypte om daar een beetje bij te komen van Gallipoli, maar ook om daar de boel toch een beetje te beschermen. Mm. Want de Turkse troepen die waren eigenlijk via Syrië en Israël en Palestina, via de Sinaï-woestijn, richting Egypte aan het trekken. En ja, die hadden, als Egypte veroverd zou worden, ja, dan had het Britse Rijk, de British Empire, inclusief Australië, zouden daar geen basis meer hebben. En ja, dan kunnen er geen Australische troepen meer snel naar het westelijk front overgebracht worden. Dus het was belangrijk dat Egypte behouden bleef. Dus er werden ook Australische troepen en dan vooral de Light Horse Regiments werden ingezet in het Midden-Oosten. Ja. Dus daar heb ik wat meer onderzoek naar gedaan. En ik ben daar 10 Nederlanders tegengekomen die vooral in die regio gediend hebben. Mm-hmm. Ja, we kunnen ze niet allemaal bespreken natuurlijk. Een paar noemenswaardigen. Wat een beetje opvalt is dat niet iedereen die daar diende ook daadwerkelijk bij de Light Horse terecht kwam. Maar dat er ook vooral van de Nederlanders toch een aantal mensen terecht kwamen bij engineer details en field squadrons. Dat betekende, het waren de mensen die meer gericht waren op de communicatie. Dus die zorgden dat telefoonlijnen goed bleven, dat er berichten overal naartoe gebracht werden. En dat waren bijvoorbeeld John Henry Caspers, die zat bij de engineer details. En Pierre-Marie Antoine Speet en Anthony Challing Faber. En ja, die waren dus eigenlijk vooral bezig met zorgen dat alle berichtgeving goed doorkwam. De IT'ers van die tijd toen, zeg maar. Ja, eigenlijk wel, ja. Ja. En ik heb zelfs nog een Charles of Karel Richards uit Amsterdam. En die zat bij de Light Horse Field Ambulance. Dus ook de Light Horse hadden dus ambulances bij zich. En ja, daar is hij dus bij terechtgekomen. Mm-hmm. Al deze mannen, die zijn natuurlijk in Nederland geboren. Bijna allemaal. Ik heb er eentje gevonden, Johan Marie Cornelius de Raad. Die is eigenlijk in Batavia, dus in Jakarta, geboren. Mm-hmm. Nederlands-Indië was destijds de kolonie, wat nu Indonesië is natuurlijk. Dus ook daar kwamen af en toe nog wat Nederlanders vandaan. Mm-hmm. En weet jij dan het verhaal waarom ze dan naar Australië gaan en daar bij het leger gaan? Niet altijd. In veel gevallen zal het toch afhangen van de dingen die ze bijvoorbeeld in hun vaderland of plek waar ze geboren waren konden. Ik ben toch langzamerhand meer en meer zeelieden tegengekomen. En dat heeft toch te maken met het feit dat mensen gaan dan een aantal jaren naar zee en komen op een bepaald moment gewoon iets tegen waar ze zeggen van, oh wacht eens even, dit is eigenlijk wel, ik denk dat ik hier een beter leven op kan bouwen. Weet je wat? Ik stop hier nu gewoon met zeeman zijn en ik ga nu gewoon kijken wat ik in een ander land kan bereiken. Ja. Dus ja, tegenwoordig zouden we het inderdaad gelukzoekers of arbeidsmigranten noemen. Maar inderdaad, mensen die gewoon kijken naar waar kan ik een beter leven voor mezelf opbouwen. Maar kwamen zij hier dan al met het Nederlandse leger? Want je zegt zeelieden, maar of waren dat gewoon handelslui? Een gedeelte was gewoon mensen op de grote vaart. Ja. Maar zeker in 1910 zijn er een drietal Nederlandse marineschepen. In die tijd was het nog zo dat als je een marine had, dan wilde je af en toe even laten zien hoe goed en hoe groot jouw marine was. En je wilde natuurlijk ook je eigen zeelieden een beetje bezighouden. Want ja, ledigheid is des duivels oorkussen. Dus je moest het een beetje bezighouden. Dus wat je dan deed, was met een aantal van je schepen ging je dan een soort van cruise maken. Dus je ging naar een ander gebied. En daar ging je met je militaire schepen ging je oefenen. Ja, even laten zien. Hallo, hier zijn wij. Ja. Inderdaad. Nou, en dat hebben ze dus in 1910 met 3 Nederlandse panzerkruisers gedaan. En toen zijn ze dus naar Australië gevaren. En daar hebben ze een heel goed onthaal gekregen. Het enige probleem was dat er tijdens die reis zo'n slordige 145 Nederlanders van de schepen afgegaan zijn. Af en toe mochten ze dan de wal op om gewoon even wat te gaan drinken en even een beetje rust te hebben. En andere dingen te doen. Ja. En, beetje ontspanning. En daar is dus een slordige 145 man is dus niet teruggekomen. Ja. Je zei net dus de IT'ers. De rest zat allemaal gewoon in het veld met de paarden. Ja, we hebben 7 man die uiteindelijk bij Light Horse Regiments terecht zijn gekomen. De meeste eigenlijk bij het tweede, dus het Second Light Horse Regiment. Eentje bij het derde. En eentje bij het tiende en eentje bij het elfde. Dus dat is ook wel iets wat je ziet, is dat Nederlanders werden niet
Er werd niet gekeken naar, dat is een Nederlander, die moeten we bij andere Nederlanders in een eenheid zetten. Ze zeiden gewoon van, nee, maakt niet uit wie je bent. Je bent nou Australië, dus we zetten je gewoon in waar we je kunnen gebruiken. Hmm. Maar nou zeg je iets, je bent nu Australiër, maar dat bleek niet bij iedereen zo te zijn. Nee, dat klopt. Dat klopt. Ik ben een aantal mensen tegengekomen, waaronder een in deze groep toevallig, bij Pierre-Marie-Antoine Speet. En die was dus Nederlander. En als je in het Australische leger wilde dienen, dan moest je genaturaliseerd zijn. Dus je moest de Britse nationaliteit hebben aangenomen. Maar ja, dat moest je dus aanvragen. En Speet heeft dat dus eigenlijk niet gedaan. Die heeft het pas veel later gedaan. Hij is eerst in 1916 al in dienst getreden. En toen, ja, hij is toch door de keuring heen gekomen. Toen hebben ze gezegd van, ja, nou ja, weet je, laat maar zitten. We nemen je toch gewoon in dienst. Maar in 1917, waarschijnlijk toen hij op een gegeven moment in training kwam en bezig was met dingen, hebben ze toch gezegd, ja, maar wacht eens even. We kunnen toch zomaar niet een Nederlander in dienst hebben. Want ja, dat is een neutraal land. En misschien spioneert hij wel voor de Nederlanders. Of als de Nederlandse regering nou moeilijk gaat doen dat wij een van hun onderdanen in dienst hebben, ja, dan kan het ook lastig worden. En dus uiteindelijk is hij in 1917 is hij de dienst eruit gekikt, omdat hij een neutral subject was. Maar ja, dat heeft hem niet gestopt. Hij is toen, eind 1917 is hij toch weer opnieuw in dienst getreden. En toen hebben ze hem toch gewoon weer aangenomen. En hij heeft tot het eind van de oorlog heeft hij gediend. Toen hebben ze wel gezegd van, ja, luister eens, je kunt niet zomaar weer in dienst komen en geen Australiër worden. Dus uiteindelijk heeft hij in juni 1918, heeft hij dan toch maar zijn naturalisatiepapieren aangevraagd. En dat is toen wel snel gegaan, ja. Ja, dus 2 keer gediend en daarna pas Australië worden. Ja, klopt. Ja. Ja, wat geestig. Je zei ook, toen wij elkaar vooraf spraken, dat er ook broers zijn, hè? Die allemaal gediend hebben. Ja, en dat was iets wat ik eigenlijk niet direct verwachtte. Juist omdat in zo'n groep Nederlanders denk je eigenlijk van, ja, er zijn al niet zoveel Nederlanders. Dus de kans dat er broers tegelijkertijd, of in ieder geval dat er broers samen in het Australische leger dienen, dat is eigenlijk niet zo heel erg groot. Maar tot nu toe ben ik dus inderdaad minimaal 3 gevallen tegengekomen. Ik ben nog onderzoek aan doen naar nog een tweetal. Maar in ieder geval 3 die dus inderdaad broers waren van elkaar. Onder andere de gebroeders Sliep uit Rotterdam, die toevallig allebei in deze groep zitten en inderdaad bij het 2e Light Horse Regiment terecht zijn gekomen. Daarnaast ook de gebroeders Otterspoor uit Utrecht. Arnold, John, of eigenlijk Servaas, maar die noemde zichzelf John, en Harry. En daarnaast ook, vorige keer heb ik het gehad over William Palstra, die het Military Cross heeft verdiend. Maar zijn broer, Charles Edward, die was ook al eerder in dienst getreden. Dus ik heb minimaal 3 koppels broers gevonden. Ja, doet je denken aan de film, hè? Ja, toen ik het las, is van, ja, het is bijna Saving Private Ryan, maar dan, ja, zeg maar, zonder de reddingsactie, want ze werden gewoon aangenomen in dienst en er werd niet moeilijk gedaan over, we moeten dan wel 1 broer beschermen of zo. Nee, dat was niet aan de orde. Maar dat is wel toevallig, want bij de Otterspoors, daar zijn wel 2 van de 3 zijn omgekomen. Ja, klopt. Ja, zowel John, dus Servaas, als Frank zijn omgekomen. En dat zijn toch inderdaad wel verhalen waarvan je denkt van, dat is een van de dingen die je, omdat we in Nederland de Eerste Wereldoorlog niet meegemaakt hebben, dat je dat eigenlijk niet zo beseft. Maar toevallig, ik heb zelf meegewerkt aan de film The Water Definer van Russell Crowe. Daar komt dat thema dus juist ook in terug. Een familie die dus bij 1 of 2 veldslagen dus inderdaad meerdere zoons in 1 klap verliezen. En ja, dat zijn dingen die heel moeilijk voor te stellen zijn. Mm-hmm. Ja. Ja, die mannen die dan in het Midden-Oosten zaten, Egypte moesten beschermen eigenlijk. Mm-hmm. Zijn die allemaal weer levend teruggekomen? Er zijn er helaas 2 overleden. Het interessante, of in ieder geval het vervelende, is dat ze allebei zijn overleden aan ziektes. Dus niet aan oorlogsgeweld, maar aan ziektes. En dat is eigenlijk iets wat je zeker in het Midden-Oosten bij de soldaten daar terug ziet komen. Van deze hele groep die ik gezien heb, is er eigenlijk maar 2 die niet echt zwaar ziek zijn geworden tijdens de oorlog. Vrijwel allemaal zijn ze ontslagen en op hun ontslagpapieren stond dat ze dan medically unfit waren. Dus ze waren medisch afgekeurd. En bij de meeste zie je dus ook inderdaad vanwege ziektes. Dus bijvoorbeeld epilepsie, laryngitis, nefritis, dat is nierontsteking,
pyrexia, malaria, allemaal ja, toch redelijk stevige ziektes waar je als soldaat op een gegeven moment echt last van had en eigenlijk niet meer inzetbaar was. Hmm. En dan, ja, als je dan dus gaat kijken, die mensen komen dus niet met een oorlogswond terug, maar wel zodanig ziek dat ze ja, soms daar echt nog jaren en jaren last van hadden. Ja, zegt dat dus wat over de omstandigheden destijds daar in de woestijn? Zeker weten, ja. Ja, als je het vergelijkt met de groep soldaten die in Frankrijk gediend heeft. Natuurlijk werden mensen daar ook ziek. Maar de hoeveelheid ziektes en de zwaarte valt toch ja, wat meer mee ten opzichte van de woestijn. Komt nog bij dat ja, als je eenmaal midden in de woestijn zit en je wordt dan ziek, dan is het lastiger om daar iets aan te behandelen dan bijvoorbeeld wanneer je in Frankrijk zit en bijvoorbeeld naar een hospitaal in Parijs of in Boulogne gebracht kan worden. Mm-hmm. En komt daar dan ook bij kijken dat er in Frankrijk harder gevochten werd? Of is dat een verkeerde indruk die ik heb? Dat valt mee. Ook in het Midden-Oosten werden flink gevochten. Ik weet niet of je de film van Lawrence of Arabia kent, maar dat is een beetje het soort van oorlogvoering wat je daarbij moet bedenken. Een groot deel van de oorlog in het Midden-Oosten is uitgevochten, zeg maar, over woestijngebied. En ja, daar ging het eigenlijk vooral om zorgen dat je voldoende water tot je beschikking had. Als leger probeerde je eigenlijk de volgende oase met een bron, waterbron in handen te krijgen. Want vandaar kon je dan weer verder marcheren. Als je dat niet had, dan moest je dus al je water bij je hebben. Nou ja, en dat lukte gewoon niet. Nee. Dus als je niet de volgende oase kon veroveren, dan kon je dus niet verder. Mm-hmm. Dus het was een meer beperkte oorlog. Er is minder zwaar gevochten op de schaal dan op de schaal van het westelijk front. Je had geen miljoenen mannen die tegenover elkaar stonden. Maar het was wel een gemene oorlog in de zin dat ja, het was een plek waar je nog steeds van honger en dorst dood kon gaan. En dat was in op het westelijk front zeker niet het geval. Nee, en dan heb je ook nog allemaal paarden bij je die ook moeten drinken. Dat lijkt me nog een uitdaging. Nou, sterker nog, dat was eigenlijk juist de grootste uitdaging inderdaad. Ze hebben dus ook de hoeveelheid paarden die dus inderdaad zeg maar, geïmporteerd werd vanuit Australië. Ja, dat was dus een hele industrie was daarvoor. Het stuk land waar Flinders University tegenwoordig op staat was tijdens de Eerste Wereldoorlog een remount depot. Dus daar werden allemaal paarden heen gebracht die gekocht werden voor het leger. Die werden daar opgetraind en dan vervolgens naar het Midden-Oosten verscheept. Geweldig. Ja, dat was echt een goed geoliede machine destijds. Zie je daar nog sporen van of is dat allemaal weg? Nee, Flinders University is daar helemaal overheen gebouwd. Dus daar is tegenwoordig niks meer van te zien. Nee. Wil je nog meer soortgelijke verhalen? Luister via Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify of waar je je podcasts dan ook vandaan haalt.